Je kopte hem uitstekend binnen, maar wat een ongelooflijke ontknoping in die verlenging. Niet normaal, echt een hele spannende wedstrijd. En als je hem zo mag binnenkopen, laatste minuut, dat is fantastisch natuurlijk. Hadden jullie nog het gevoel dat het ja, in die reguliere tijd zeg maar, te halen was? Of waren jullie eigenlijk wel met strafschoppen bezig? In de verlenging dacht ik wel dat het strafschoppen ging worden, eerlijk gezegd. Ik hoopde natuurlijk dat we hem nog gingen maken. En dat is gebeurd al de laatste minuut, dus daar ben ik super blij mee. De eerste helft was eigenlijk helemaal niet zo goed van jullie kant, 2-0 achter. Was op een gegeven moment van, we moeten echt proberen in deze wedstrijd te blijven. Want het leek alsof jullie gingen bezweken op enig moment. Klopt, de eerste helft was helemaal niet goed van ons. Maar vorige wedstrijd tegen Willem II begonnen we ook helemaal niet goed. Kwamen we ook achter. Toen kwamen we terug en toen lieten we ook al zien zeg maar, dat wij altijd in de wedstrijd zitten. En vandaag, Nick maakt uit en niet een hele goede goal. En zo hebben we de verlenging nog binnen kunnen slepen ook. Ja. De vechtlust van dit team, van dit elftal, is eigenlijk het hele seizoen aanwezig. Maar net nu je het het meeste nodig hebt, komt het er weer uit. Ja, het hele seizoen al. We scoren heel vaak in de slotfase. En dat is geen toeval meer. We doen het vandaag weer. Dus dat is de kracht van het team, denk ik. Bewijzen jullie weer, jullie trainer zei het misschien ook al, dat misschien Willem II iets meer kwaliteit heeft individueel als spelers. Maar dat je met teamgevoel en voor elkaar door het vuur gaan een eind kan komen. Hè? Ja, precies. Ik denk, zij hebben misschien op papier een beter team. En je ziet ook gewoon dat zij hele goede spelers hebben. Het is ook een grote club. Maar wij bewijzen gewoon dat wij een echt team zijn. En dat zie je elke wedstrijd weer. En we zijn niet voor niks in de halve finale gekomen, weet je. Dus dat. Ja. Ik neem ook aan dat je van dit soort wedstrijden, zeker op het einde, krijg je een hoop energie. Je voelt je misschien helemaal leeg na zo'n wedstrijd. Maar aan de andere kant voel je ook zoveel blijdschap. Hoe is dat? Ja, je hebt zoveel blijdschap in je. Vooral voor mij persoonlijk, weet je. Dat je zo je eerste goal mag maken. Dat kan je niet beschrijven. Daar droom je alleen maar van. En heel veel blijdschap. Heel veel emoties tegelijk. Ja. Je moet je kansen pakken, want Sven Braken kon niet verder. Voelde je dat je die rol ook moest nemen toen je in het veld kwam? Ik sta gewoon altijd er klaar voor, weet je. Ik ben best vaak ingevallen en ik probeer altijd het verschil te maken. En vandaag is dat gebeurd en hopen dat ik dat vaker kan doen. Is dit elftal, dit VVV, aan een speciale missie bezig? Ja, we sluiten niet uit. We zijn niet gekomen om de play-offs te verliezen, weet je. We zitten nu in de halve finale. We gaan alles aan doen om het te pakken, weet je. Dus, ja. Is er eigenlijk al ruimte voor zo'n feest na zo'n wedstrijd? Is het eigenlijk vooral bijkomen en alweer snel richting Denzor? Nee, het is eigenlijk geen tijd voor een feest. We zitten in de halve finale, er is nog niks gespeeld. We kunnen gewoon de Eredivisie halen en daar gaan we voor. Nick, wat een ongelofelijke ontknoping was dit weer, hè? Ja, zeker. Eigenlijk net als vorige week beginnen we heel slecht. Maar laten we weer zien dat we echt een team zijn. En draaien we het weer om. Ja. Heel snel 1-0 achter. Dat was eigenlijk natuurlijk niet wat jullie voor ogen hadden, maar ja, het gebeurt dan wel. Ja, wat ik zeg eigenlijk, net als vorige week, ik weet niet wat het is, maar het is herhalend dit seizoen. Maar ja, we draaien het steeds om, dus tot nu toe pakt het goed uit. Dan kwam de 2-0 nog overheen. Zakte de moed toen een beetje in de schoenen met dat stadion, stond te kolken of viel het wel mee? Ik denk als je kijkt naar van de week hebben we het ook laten zien. Dus ik denk dat je eigenlijk na de 2-0 weer zag dat we het nog even 10 minuten moeilijk hadden. Omdat je, ja, wat je zegt, ze zaten in die flow en... daarna zakte het bij Willem II ook wat in, gingen wij gewoon rustig voetballen. En ik denk eigenlijk de tweede helft dat wij ook de betere partij waren. Ja, dat was misschien niet het mooiste voetbal, maar we halen er wel weer rendement uit. Voelde je in de tweede helft zeg maar, dat de wedstrijd een beetje jullie kant op keerde en waar lag dat misschien aan? Ja, ik denk in de eerste helft scoren we natuurlijk die afgekeurde goal. Dus ja, dan... Wacht, die doelpunt van jou? Ja, zeker. Jammer dat die niet telt. Maar dan weet je dat je één moment eigenlijk nodig hebt om terug in de wedstrijd te komen. En ja, die viel eigenlijk... best wel op tijd nog, ik denk 20 minuten voor tijd of zo. Ja, en dan weet je met onze ploeg dat we gewoon doorgaan en er vol voor blijven gaan. Ja, dan komt die verlenging, die komt eraan. Wat werd er gezegd zeg maar, voor die verlenging? Voor die verlenging? Ja, ik denk eigenlijk dat we er redelijk goed in zaten en dat wij eigenlijk het dichtst bij de winnende goal waren. Dus ja, we zijn gewoon vol doorgegaan en natuurlijk ga je iets minder risico nemen, maar we zijn nog wel vol voor die goal gegaan. Er moet een moment komen dat je toch uitgaat van strafschoppen. Wanneer dachten jullie van nou, strafschoppen dan maar als het niet anders kan? Ja, ik heb nooit gehad dat ik dacht strafschoppen dan maar. Maar natuurlijk als je het bord met 1 minuut omhoog ziet gaan, dan denk je wel van ja, dit kan wel eens penalties worden. Maar hij komt hem echt fantastisch binnen. Ja. Mooie voorzet van jou weer. Het doelpunt toch weer razend belangrijk vandaag als Venema. Ja, zeker. Een goal en assist is, ik denk dat het daar in de playoffs gewoon om draait. En verder weet ik dat ik beter kan spelen en misschien wel moet spelen, maar... Als ik uiteindelijk met mijn goals en assists aan het langste eind trek, dan hoor je mij niet klagen. Almere City nu, volgende tegenstander. Ze hebben een dag meer rust, maar dit moet jullie ook een ongelofelijke energieboost geven.
Ja, zeker. Ik denk dat je vandaag, denk dat Willem II misschien wel van de keukenkampioendivisie ploegen de meest favoriet was. En die schakel je meteen uit, dus dat geeft voor ons wel een goede boost. Is dit VVV op een echte missie aangekomen nu? Ja, ik denk het wel. Ik denk, dat hebben we sowieso uitgesproken vanaf het moment dat we de play-offs haalden. Dat we gewoon ervoor voor moeten gaan en dat play-offs halen niet genoeg is. Rick, je kunt wedstrijden winnen en wedstrijden winnen, maar dit is ook een manier om het te doen, hè? Ja, dit is een geweldige manier. Had je er nog rekening mee gehouden dat het niet op strafschoppen zou uitdraaien op enig moment? Nou ja, we waren er wel mee bezig natuurlijk. Het was 30 seconden voor tijd. Dus, maar ja, goed, hij kan altijd vallen en je weet dat we zo'n ploeg hebben. Eerste helft, laten we daar beginnen. Was eigenlijk niet zo goed van jullie 2-0 achter. Wat is er eigenlijk in de tweede helft veranderd? Dat jullie ineens veel meer regie en controle over die wedstrijd kregen in jouw optiek? Ik vond de eerste helft zelfs heel erg slecht. Ik vond dat we helemaal... we gingen niet goed om met de omstandigheden, de druk van Willem II, de sfeer in het stadion, het duelleren, het durven naar voren te stappen. Ja, we geven de goals natuurlijk weg. De tweede helft hebben we het anders weggezet. Toen vond ik dat we wel controle hadden over de wedstrijd en toen vond ik ons eigenlijk de betere ploeg. Komen we op, krijgen we een paar hele grote kansen natuurlijk. Nou, daarna maak je die verdiende goal. Dan hoop je door te drukken, dat lukte niet helemaal. Toch vond ik ons nog steeds te gevaarlijke. Ja, en dan die laatste is echt een geweldige goal. Ja. Wat zei je eigenlijk zeg maar, bij het begin van de verlenging tegen je broek? Want 90 minuten was zwaar, er komt de verlenging aan. Wat heb je toen aangegeven? Ik heb aangegeven dat we door moesten gaan en ik heb aangegeven dat we voorzet moesten geven op of Nick of Uzi. Alleen Nick gaf hem op Uzi, dus dat was een geweldig moment. Ja, wat een ontlading komt er dan vrij bij je ploeg, bij je supporters. Dus ja, is ongelooflijk. Nee, maar ik vind het mooi. Maar kijk, het tekent gewoon de teamspirit die hierin zit. En het tekent het vermogen van die jongens om te blijven gaan, om te blijven knokken. Kijk naar Rick Ketting, Mitchell van Rooyen, Kees de Boer die terugkomt van een blessure, Simon die zich in de wedstrijd knokt en dan de voorste nog. Ik kan daar gewoon enorm van genieten en ik zou het ook heel vervelend vinden als het op de manier zoals wij de eerste helft gespeeld hebben, als het zo zou eindigen het seizoen voor ons. Want dat is geen afspiegeling van hoe wij met elkaar gewerkt hebben. Dit is... Nummer 7 schakelt gewoon tussen aanhalingstekens de nummer 4 uit. Dan kun je zeggen van, nu kun je proberen door te stoten zover mogelijk. Dat was natuurlijk altijd je doel, maar nu, dit moet heel veel vertrouwen geven. Ja, maar je gaat nu tegen de nummer 3, dus dat is ook weer een uitdaging. Almere is een goede ploeg. Zij hebben hun wapens, maar wij hebben ook onze wapens. En we gaan ervoor. Ja, je zei voor het tweeluik met Willem II. Als wij teamgeest hebben en we blijven bij elkaar en we gaan ervoor, dan kunnen wij misschien winnen van de individuele kwaliteit. Dat is echt uitgekomen, hè? Dank je. Nee, ja. Ja, maar zo is het ook. Ja. En dat hebben de jongens fantastisch gedaan. Okay. En nu op naar Almere City. Kun je al een beetje vooruitkijken naar die wedstrijd? We ze toch eerst even ontladen, een beetje feest vieren? Nee, eigenlijk niet. Ja, nu even kort. Maar je moet zometeen de bus in herstellen. Plan de campagne maken voor Almere. Morgen herstellen. Maandag rustig trainen. En dan moeten we dinsdag weer staan.